Het is zover, vandaag is het evenement in Minecraft en de server die zit bomvol jongens. 95 mensen, er komen steeds meer bij. Oh trouwens, er zijn nu weer beperkt whitelisten beschikbaar, dus vergeet die niet te halen. Link staat in de beschrijving. Wacht eens even, zie ik dit nou goed? Zijn er nou meer mensen van rood online? Oh nee, wacht, het valt ook alweer mee. Ik denk dat het best wel balanced is, net waren het wel meer van rood online. Nu is het ongeveer wel een beetje 50-50. Ja, er joinen steeds meer mensen, het is bijna 1 uur. Dus het gaat bijna beginnen. Weet je wat, ik ga gelijk met de voorbereidingen beginnen. Eerst ga ik namelijk de persoon zoeken die mijn setje armor heeft gemaakt. Ik had natuurlijk afgelopen week een quest uitstaan. Dat één iemand het beste armor voor mij moest regelen. Het beste zwaard, de beste bow. En er is één persoon die dat geregeld heeft. En daar ga ik nu even naartoe tp'en. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik natuurlijk eerst even de diamonds pakken. Want ik betaal de diamonds sowieso terug. Diegene heeft al de enchantments geregeld. Dus het minste wat ik kan doen is sowieso de diamonds teruggeven. Maar ik heb nog een hele leuke verrassing. Oké, weet je wat, we gaan even alles verzamelen. Oké, hoeveel moet ik hebben? 2 voor het zwaard. Weet je wat, ik doe er gewoon 3 voor de bow. Boeit me niet zoveel, zo. 1, 2, 3, 4. Dat zijn de shoes. Ik heb de leggings erbij. En nu moet ik er nog 8 bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de helm. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, 29 diamonds. Wacht, is dat alles? Dat valt best wel mee. Oké, cool, cool. Ik gooi de rest van de diamonds hier mooi even in. Iedereen heeft er volgens mij zoveel zin in. Joh, ik heb net al zenuwplasjes gedaan. Ik ben zo zenuwachtig. Ik heb er zoveel zin in. Oké, ik tp naar de persoon toe. Het is namelijk patat of friet. Deze persoon heeft zo hard lopen no life en heeft het setje voor mij geregeld. Dus we lopen gelijk even naar beneden. Ik heb het van tevoren al even gecheckt, want ik moest natuurlijk wel even checken of het allemaal klopte. En het klopt hoor. Kijk eens even aan. Dit is insane. Deze gast heeft gewoon alles geregeld. Kijk eens even aan. Aquafinity, Manic Protection 4, Respiration 3, Unbreaking 3. Hier precies hetzelfde. Protection 4. Alles Protection 4. Ook met Mending en Unbreaking. Hij heeft er geen thorns op gegooid. En ik vroeg eerst al gelijk van, ja, waarom heb je dat niet gedaan? En hij zei van, ja, dat doet superveel damage aan jouw armor. Dat is inderdaad waar, dus dat skippen we ook. En zoveel damage doet het de tegenstander niet. Het is meer iets wat vervelend is. En check deze bow gewoon. Oh, yo, wat sick. Power 5, punch 2, infinity flame en een breaking 3 natuurlijk. Geen mending erop gezet. Dat heb ik in mijn eigen survival. Dat is super dom. Moet je nooit doen. Want infinity is veel beter. En een zwaard die heet patatje oorlog. Hier heb ik zelf nog wel knockback 2 op gegooid. Nou, het was niet mijn eigen boekje, maar ik had wel de levels daarvoor. Vandaar dat ik nu ook level 1 ben. Maar kijk eens even naar dit zwaard met gewoon sharpness. 5 knockback, 2 fire respect, 2. Oh, wat sick, wat sick, wat sick. Ik ga hem sowieso de diamonds geven. Dit zijn de diamonds. Oh, ik kreeg trouwens net ook gewoon 2 enchanted golden apples naar me toe gegooid en wat enderpearls. Dus ik weet niet wie dat gooide. Echt, dat kwam uit een menigte. Geen flauw idee, maar ik heb het gekregen. Super chill. Oké, ik heb nu even gevraagd, kan je alles naar me toe gooien wat ik mag hebben? Ik ga wel even in het hoekje staan. Want ik ga natuurlijk niet alles pakken. Ik weet niet wat hij voor mij bedoeld heeft. Oh, wacht eens even. Ja, ik zat al te denken. Hoe kom je aan een potion of healing? Want we kunnen natuurlijk nog niet naar de nether, dus je kan nog niet netherward regelen en dus spul. Volgens mij heeft hij dit van een witch gefixt of zo. Oké, dat is echt heel ziek. Ik heb trouwens mijn inventory ook mooi gecleared. Ik heb flint en steel bij me. Een water bucket is wel handig. En een lava bucket. En de puls dus. Die moet ik ook even meenemen. De eggs, die pak ik denk ik niet zo erbij. Ik denk dat ik het zo even ga doen. De golden apples hier. De baked potatoes hier. Kan ik misschien nog lava erbij pakken. En natuurlijk de bogie tussen. Maar jullie zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Wat heeft patat of vriend verdiend? Natuurlijk heb ik hem de diamonds gegeven. Maar dat is nog lang niet genoeg voor wat hij allemaal voor mij heeft gedaan. Dit armen, dat fixie, dat is toch echt insane. Oké, hij gaat nu alles gooien. Ja, gooi maar. Yes, helemaal top. Hij gooit alles naar me toe. Dus ik ga dit zo meteen ook even dumpen. Oh, wat nice, wat nice, wat nice. Maar, wat gaat patat of friet krijgen? Het is heel erg simpel. Hij krijgt een rank in de server. En niemand heeft natuurlijk een rank. Iedereen heeft een rode rank of een blauwe rank. Dus dat is gewoon het team. En je hebt natuurlijk een level in de chat. Dat heb je ook. Maar verder heeft niemand iets voor zijn naam of een ander kleurtje naam. Dat gaat patat of friet wel krijgen. Ik ga hem de no-liver rank geven. Dus als je dan tap drukt, dan zie je bij zijn naam, zie je een no-liver erachter staan. Dus dat is super chill. En als je teamchat ziet, dan zie je iedereen natuurlijk nu een grijs naampje hebben. Hij krijgt in teamchat krijgt hij een geel naampje. Dus zo valt hij meer op. En als je gewoon de algemene chat praat, dan heb je natuurlijk wel gewoon de kleur van je team. Maar in teamchat krijgt hij een geel naampje. Dus dat ga je krijgen. Ga ik even naar hem toe typen. Oké, hij is er super blij mee. Na het evenement krijgt hij de rank. Echt super chill. Oké, ik ga gelijk even mijn spul hier dumpen. Ja, ik neem gewoon deze pickaxe mee met Fortune 3. Is misschien niet super slim, omdat ik natuurlijk dood kan gaan. Dit armen trek ik allemaal uit. En dit armen trek ik allemaal aan. Oh, wat zijn we in één keer... Oh, een red shield. Oeh, dat kan misschien chill zijn. Ik neem hem wel even mee, maar ik denk niet dat ik hem ga gebruiken. Omdat ik in PvP een shield niet echt chill vind. Vooral met boogschieten vind ik het heel erg naar. En natuurlijk al deze golden apples ga ik ook echt niet meenemen. Dat is echt onzin. 15 is meer dan genoeg, denk ik. Die steak neem ik ook niet mee. Heeft hij ook allemaal gegeven. Echt super chill wel dat hij dat heeft gegeven. Maar dat ga ik niet allemaal meenemen. Shears neem ik ook niet mee. Ik moet natuurlijk wel ruimte over hebben. Als ik iemand kill, dan wil ik natuurlijk wel dat hebben. En water pak ik ook even.
Even ook chill. Oh, er zijn bijna 100 mensen gejoined. Echt insane. Zo, ik heb nu ook gezegd dat de chat uitgaat. Want dat vond ik heel erg leuk. Ik wilde heel graag dat de chat uitging. Want als dan iemand bijvoorbeeld doodgaat, dan ziet echt iedereen dat diegene dood is gegaan. Zonder dat hij echt overspoeld wordt met comments. Oké, ik ga alvast naar de spawn. Oké, ik heb nu de hele chat toegesproken. Ik heb een beetje de regels uitgelegd. Oké, jongens, komt. Ik ga heel team rood hier naartoe te peen. Oh! Kijk dan. Oh, dit is zo hard gebeurd. Oké, wel, iedereen moet even laden. Het zijn zoveel mensen. Yo! Oké, ik ga heel even vliegen en jullie dit laten zien. Oké, wat is het plan van aanpak? Mijn plan van aanpak is heel erg simpel. Ik wil vandaag verdedigend gaan spelen. Ik heb het idee dat er heel veel van blauw heel erg aanvallend gaan zijn. Dus ik denk dat het slim is dat wij gaan verdedigen. Dus dat ga ik nu uitleggen. Zo, ik heb een toespraak gehad. Ik heb dus gezegd van, yo jongens, je kan dom zijn. Je mag oversteken van mij, maar je gaat waarschijnlijk helemaal alleen zijn. We lopen nu ondertussen trouwens naar de muur en... Kijk dan hoe insane dit is. Oh, oh, oh. Ja, we gaan door de tunnel heen. Iedereen gaat door de tunnel. Dit is insane. Dit is zo insane. Ik heb hier zoveel zin in. Maar ik heb eens uitgelegd van, yo, wij gaan vandaag verdedigen. Want er zijn echt serieus zieke no-lifers bij blauw. Er zijn er echt mensen die rang 40 of 50 hebben. Dus ik denk echt dat die allemaal massaal gaan aanvallen. Ja, hier kunnen we trouwens het beste met boot overheen. Maar dat gaat nu echt totaal niet werken. Dus we gaan gewoon lekker lopen. Zo, dan gaan we dan. Er zijn inmiddels 106 mensen online. Oh, oh, oh. Ja, die jagen wat mensen erin met die boten. Oh, wat sick. Ik ga even door het midden lopen, anders is het een beetje gebeurd. Maar ik ben heel erg benieuwd of mensen zich daaraan gaan houden dat we moeten verdedigen. Want als er dus een paar aanvallen, ik weet bijna zeker dat die instant doodgaan. Ik verwacht namelijk echt dat blauw super aanvallend gaat zijn. Dus ik denk dat dit echt de ultieme strategie is. We hebben een goede muur gebouwd. Ik heb gisteren ook nog gecheckt. En er zijn heel veel mensen die de muur nog meer versterkt hebben. Dus we hebben een goede muur. We kunnen goed verdedigen. Laat ze maar komen. Blijf van onze zijde. Dan moet alles goed komen. Ik test mijn boog trouwens ook even. Oh. Even kijken. Ja, ik schiet even. Yes, het ziet er goed. Wat? Er zit hier geen flame op? Hier zit wel flame op. Waarom zie ik geen flame? Oh, nu zit het erop. Ik dacht al. Loop ik nou helemaal achteraan? You kidding me? Ik loop echt strak achteraan. What the heck? Ik heb wel het idee dat er meer van rood online zijn, hoor. Dat zijn vast wel net wat meer online. Dus we verdedigen met meer mensen. Ah, het moet helemaal goed komen. Het moet helemaal goed komen. Okay, misschien kon ik trouwens wel beter een boot hier pakken. Want er zijn heel veel die een boot hebben gepakt. Ja, ik moet namelijk nog 1000 blokken lopen. Dus dat is nog wel een stukje. Maar dat gaat helemaal goed komen, joh. Zo, ik heb nu trouwens ook een nickname aangezet. Want zoals jullie zien, ik heb nu een compleet andere skin. Ik zie er compleet anders uit. Ik weet niet eens wat mijn naam is. Echt geen flauw idee hoe ik heet. Maar dat doet er ook niet toe. Ik bedoel, zit gewoon in de nickname. Ik ben gewoon een random player. Niemand kan mij misschien. Ik kan natuurlijk wel gewoon typen. Kijk, ik moet nog 500 blokken. Wat ben ik ook dom dat ik loop. Volgens mij heeft iedereen inmiddels een boot gepakt. Ik dacht echt dat het ziek had zo'n burger, maar het werkt gewoon prima. Oké, ja, slim jongens. Hé, ik loop lekker achter, hè. Ja, dan jagen we iemand voorbij in een boot. Volgens mij ben ik er bijna. Even kijken, ben ik er? Ja, nog 150 blokken. We zijn er eindelijk. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik loop hier mooi omhoog. Helemaal top. Oh, het is hier zo druk. Het is hier echt insane. Oké, oh, ik ben zo gespannen. Ik hoop echt dat ik een beetje kan PvP'en. Oké, ik ga op de muur staan. Even kijken, hoe druk is het hier? Oh, kijk eens even aan, jongens. Oké, breed zit water. Dat is super chill. Oh, iemand die klimt hier mooi omhoog. Oké, chill. Ik zie nog niemand van blauw. Weet je wat? Ik ga even dichtbij kijken. Ik wil even loeren. Wat? Zijn ze allemaal verstopt of zo? Waar zijn zij? Wat? Oké, dit verbaast me een beetje. Ik ben heel erg benieuwd waar ze zitten. Zo, ik sta inmiddels op de muur. En kijk wat er staat. Harm stinkt. Nice. Oké, dat ziet er goed uit. Oh, oh, kijk, ze staan er al. Kijk, ze staan er met een trident en dergelijke. Oké, nog 1 minuut. Dan gaan we beginnen. Dan gaat de poort open. Yeah, boy. Kijk, ze daar staan. Kijk, die gasten gaan gelijk druk zetten. Ik weet het zeker. Oké, wacht. Ik moet hier wel wat naar beneden. Ik sta hier niet. Chill. Kijk, kan ik hier ook tussen staan? Misschien wil ik hier ook wel tussen gaan staan. Ik wil even mijn eigen chille hoekje creëren. Als ik nou gewoon even hierop ga springen. En gewoon even mijn eigen plekje maak. Dat zou chill zijn. Weet je wat? Ik ga gewoon lekker chill hierop staan. Ik vind dit wel een mooie angle. Ik ga hier vanaf schieten. Oké, daar gaan we dan. De 3, 2, 1. Go! Het is gestart, het is gestart. Oh, 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 oh. Oké, oké. Kijk, kijk, kijk. Oeh, zij gaan nog niet gelijk drukken. Dat had ik wel verwacht eigenlijk. Oh, oké, we gaan gelijk bouwen. En het ding is, dus als je dood bent, dan word je gewoon gekikt. Er zijn volgens mij wel mensen dood gaan aan fall damage of zo. Dus die worden gelijk gekikt. Oh, joh, ik sta gelijk in de fik. Dude, are you kidding me? Even hier erin. Zo, oh, dit is... Wat een drukte. Het is zo druk. Kijk.
Oh my god. Oké. Ik moet wel even blijven eten. Ik wil niet doodgaan. Daar heb ik geen zin in. Oh joh, kijk. Het lagt ook gewoon een beetje. Dit is insane. Er zijn ook zoveel mensen online. Oké, ik probeer gewoon een beetje ertussendoor te schieten. Het gaat zo moeilijk. Kijk ze daar staan nou joh. Oh my god. Check al die arrows. Kijk, dit bedoel ik jongens. Daarom wilde ik ook nog niet live gaan bij het eerste evenement. Want we weten dus nog niet precies hoe het gaat. Het is de eerste keer. En kijk hoe belachelijk veel arrows. Ik lag gewoon zelf. Het ligt eerst aan de sub. Volgens mij lag ik zelf gewoon echt insane veel. Kom op. Even ertussendoor. Het team zat er een beetje voor. Dat is wel naar. Oh, ik heb iemand geraakt. Ik raak nu pas één. Dat is echt insane. Dude, ik lag zelf gewoon. Hoe kan dit? Ja, hoe kan dit? Check al die arrows. Daar komt het sowieso door. Oh my god. Oh ja, als dat weg had. Oh, dat is chill. Kijk, nu lijkt het gelijk al niet meer. Oh, dit scheelt veel. Oké. Zo, even er langs. Oh, er zijn ook mensen. Oh, een ennepul, ennepul. Oh. Waar valt hij? Ik heb geen flauw idee. Waar is hij? Ja, daar is hij. Ja, ik raak hem. Ik heb hem geraakt. Oh, ik moet hier echt even wat water hebben trouwens. Echt even wat water hier. Blokje bouwen. Water ervoor. Zo. Oké, dat is chill. Ik wil lekker zo. Oh, ik heb weer iemand geraakt. Ja, we gaan zo eerst wel even lekker door. Kijk, ik word wel een paar keer geraakt. Dat is wel naar. Dus, volgens mij zien mensen mij wel echt steeds zitten. Omdat ik dus niet echt goed beschut zit. Oh, ik heb weer geraakt. Weet je wat? Ik blijf gewoon hier in het water zitten. Dat is chill. Dan ga ik steeds een beetje achter schuilen. Oh, ik krijg die damage. Dat is wel sick hoor. Doet echt veel damage, gek. Oké, we gaan door. Oh, ik probeer er weer een beetje tussendoor te knallen. Kijk, het is wel chill dat die arrows toen nu dan weggehaald worden. Want anders lag ik echt helemaal. Kom op. Dit is toch. Oh, ik heb weer iemand geraakt. Heerlijk dit. Oh, wat lekker. Oké, we blijven lekker schieten. Oh, er is iemand voor rood. Die staat er gewoon. Lekker dapper hoor. Staat hij hoor. En we zouden wel gaan verdedigen. Dus ja, hij blijft wel mooi aan onze kant. Ja, maar ik dacht dat blauw dus echt er doorheen zou gaan. Oh, iemand is vermoord. Door. Oh, iemand voor ons is vermoord. Oh, no. Oké, die eraf. Die erachter. Ja, die is eraf. Nice. Oh, die is er ook af. Nice. Oh, hij is er niet af. Hij blijft staan. Oh, ze blijven gewoon staan. Oh my god. Yo, dude. Die damage is heftig, hoor. Ze hebben goede bogen allemaal. Kijk, iedereen heeft natuurlijk 2 weken lang ziek gehad lopen grinden. Oh, elke arrow die gaat nu trouwens raken. Hoe sick. Hoe lekker is dit? Oh. Ik weet trouwens niet of ik al iemand gekilled heb. Geen flauw idee. Volgens mij niet. Hoppakee. Even ertussendoor knallen een beetje. Oh, daar komen ze, hoor. Daar komen ze. Kijk, ze denken waarschijnlijk ook van, hey, ze vallen ook totaal niet aan. Oh, yo. Ik ga gewoon bijna dood. Hoe insane is dit? Kijk, ik moet even healen. Even rustig aan. Zo. Oké. Nice. Oh, ik word weer geraakt. Door wie? Daar staat er iemand. Oké, die moet ik even raken. Ja, die is eraf. Ja hoor, daar gaat hij. Oh, er worden veel van rood gekild. Oh, volgens mij is er nog niemand van blauw dood. Oké, jongens. Dit is naar. Nou, ze killen ze bij de poort. Ja, dat bedoel ik, jongens. We moeten verdedigen. We moeten gewoon lekker op de muur blijven staan. Laten we hun armor eerst helemaal kapot maken. Hoppa, weer geraakt. En hoppa, weg jij. Hoppa. Hoppa, kijk ze vliegen dan jongens, Oh, die team blauw, Er zijn dus al wat mensen nu van de server gekikt, nog 94 zijn nog online. En die mensen van rood die dood zijn, die kunnen dus nu niet meer joinen tijdens het evenement, die kunnen daarna gewoon weer joinen. Woe. Oké, wij hebben ook iemand gekillt, patat of friet, die gast die krijgt natuurlijk ook de rank, die is echt lekker bezig. Heeft iemand gekillt? Yo, ik wil eigenlijk ook even iemand killen hoor. Oké, komt-ie. Oh, er is iemand van blauw, die wil loot pakken, hij wil loot pakken en arrows pakken. Wat wil die allemaal pakken joh? Kom op, ertussendoor. Zo, check al die arrows vliegen dan. Dit is toch insane, hé. Hoppa, kom op. Even de lekker tussendoor vegen gewoon met die arrows. Oké, zit er rechts iemand op de muur? Nope, helemaal niemand. Oké, wij blijven hier lekker. We blijven hier lekker hangen. Oké, er wordt nu echt niemand gekillt. Het ligt een beetje stil, het gevecht. Ik doe ze wel lekker veel damage. Ik word zelf bijna niet meer geraakt. Kijk ze even aan. Ons team houdt zich lekker aan de regels. Dat is helemaal top. We doen het goed. Zijn de paar die zijn wel een beetje agressief. Maar dat is op zich ook geen probleem. Ik bedoel, er moeten ook wel een paar mensen zijn die ze bij de poort tegenhouden. Kijk, ik ga ons team even toespreken. Al die arrows die daar liggen, jongens. Ongelooflijk. Oké, nice. Oké, gaat lekker dit. Gaat lekker. Oké, we blijven mooi doorknallen. Oh, nice. Zo. Yes. Kijk, moet je nagaan en dat ik zelf met dit armor best wel snel doodga. En dit is echt het meest OP armor wat er is. Dus kan je nagaan als mensen bijvoorbeeld nog met iets van iron rondlopen. Dat, ja, die zijn dus super snel dood. Dus daarom zijn er ook een paar van ons doodgaan. Want ik zag net ook een paar met iron rondlopen. En die zijn dus echt, die zijn heel snel geweest. Weet je wat, ik wil eigenlijk ook even beneden gaan vechten. Yo, die lag is echt insane. Dat ligt echt aan mezelf. Ik moet even settings wat aanpassen. Kijk, als die arrows weer weg zijn, dan loopt het gewoon weer heerlijk clean. Weet je wat, ik ga eigenlijk naar beneden. Oh, ja, oeh.
Hey Jat, ik ga naar beneden. Let's go. Ik ga naar beneden. Oh, ik flikker hier naar beneden. We gaan even hier een beetje aan het front vechten, jongens. Even goed verdedigen aan het front. Iemand gooit met sneeuwballen. Waarom zou je dat doen? Okay, ik zie daar iemand op de poort. Die wil ik even afhalen. Kom op, even tussen die poort. Knallen. Yes, heerlijk. Heerlijk. Gaan we tussen die spleetjes weg, jongens. Wat is dit? Yo, dit is toch insane. Ik wil dat pakken. Ik wil die arrows pakken. Yo. Wat is dat? Wat is dat? Dat is een soort van... Oh, dat is een kanon. Ze hebben gewoon een kanon gebouwd. Die team blauw. Dit is toch niet normaal, joh. Nou, dan ga je arrows, vriend. Zo, hé. Hey. Dude, dit is echt insane. Wacht, ik kan er precies mooi boven denken. Als ik die nou even pak, daarboven. Yes, ik heb hem. Nice. Kijk, kijk ons team dan even. Zitten we allemaal te straden, hoor. Oh, wat lekker dit. Wat heerlijk. Ik ben nog nooit over de grens naar blauw geweest. Eigenlijk wil ik het wel nog even vandaag doen, natuurlijk. Dat is wel de bedoeling. Hoppa. Kijk, ik snijp iemand uit zijn torentje daar. Oh, wat lekker. Oh, dude. Oh, daar staan ze weer. Oh, ja hoor. Ik word echt nooit meer geraakt. Ik heb hier echt een perfect plekje. Ik kan daarachter steeds iemand raken. Dus ik hem nu ook even raak. Hoppa. Kijk, ik spring hier. Ja. Oh, dude, dit is perfect dit. Ik spring hier gewoon even en dan schiet ik. En dan raak ik bijna altijd wel iemand. Of best wel vaak in ieder geval. Oh, jongens, wat gaan we doen? Oh. Ja, ze zetten het... Ja, kijk, dit bedoel ik. Dat steenkanon van ze. Oh, wat naar. Ja, waarom is dat water weggehaald, jongens? Dat water moeten we eigenlijk wel behouden, hè? Weet je wat? Ik pak hier denk ik wat water vandaan. Als dat lukt. Kan dat? Ik weet niet of dat de bedoeling is. Volgens mij maakt dat niet zoveel uit. Nope. Oh, ja, staat hier gewoon iemand. Oh, daar staat hij. Oh, yo, jij durft, vriend. Oh, oh. De eerste klap is uitgedeeld, jongens. Oké. Ik merk dat wij een beetje agressiever worden. Ik denk dat dat ook nu wel kan. Ik bedoel, blauw, het valt me echt tegen. Ik had echt niet verwacht dat blauw zo defensief was. Ik dacht echt dat zij heel erg gingen aanvallen. Dus weet je wat, ik ga even met team toespreken in een hoekje hier. Oké, dit had ik niet verwacht. Blauw verdedigt ook, heb ik nu gezegd. Eigenlijk moet hij even wat water stromen. Zo naar beneden of ergens in de... Ja, zo. Hoppakee, dat doe ik even. Dat mensen wat makkelijker... Oh, ik word hier bijna gesnapt. Ze hebben zieke verdediging opgezet. Oh my god, wat erg, jongens. Wat erg. Kijk ze verdedigen dan. Kijk ze allemaal verdedigen. Dit had ik zo niet verwacht. Ik dacht echt dat zij in de aanval gingen. Hoppakee. Daarboven in die stinktoren probeer ik even iemand te pakken. Dit is na, jongens. Dit is kloten. Want heel team rood zit nu ook van... Ja, wat moeten we nu? Want zij hebben echt zo'n dikke wall gebouwd. Het is nu echt nog een dik booggevecht. Dus, oh, wat, hoe gaan we dit aanpakken, jongens? Want zij hebben een goede verdediging. Kijk dan, deze pijlen-zee die ze hebben. We komen er moeilijk doorheen, dat is na. Ik hoop eigenlijk dat zij zometeen iets meer in de aanval gaan. Kom op, even. Oh, heb ik weer geraakt. Moet ik weer teruglopen. Ja, mijn armor is ook al wat gedamaged. Dus dat moet ik ook goed in de gaten houden. Oké, misschien dat we er langs kunnen lopen. Oké. Dat is misschien wel een idee. Dat we hier gelijk rechts om het hoekje gaan. En dat we gewoon gaan pushen. Want ik merk dat er langzaam een paar nu van rood dood gaan. Omdat ze echt een goede verdediging hebben opgezet. Dus ik denk dat het op zich niet eens zo'n verkeerd idee is. Dat we... Ah, kom op. Ja, nice. Dat we zo meteen vol naar rechts gaan. Door de poort en naar rechts. Kijk, er is weer iemand van ons dood. Oké, weet je wat? Ik ga het voorstellen. Oké, ik heb het voorgesteld. We gaan zo meteen allemaal doorlopen. En dan gaan we gelijk naar rechts. 3, 2, 1, go, go! Oké, jongens, go, 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 erheen. Oh, ik sta in de fik. Go, go, erheen, ja, kijk, daar gaan we. Erheen, ga erheen. We moeten erheen, kom op, go. Oh, kijk, ze verdedigen, dit gaat zo niet werken. Oké, ik neem een golden apple, dat sowieso. Oh my god, ze nemen het in, dit werkt niet, dit gaat... Ah! Wat, alsof ze dit plan aanvoelen komen of zo. Dit is toch zo naar, joh. Hoppakee, in het water. Oh, wat een feit, jongen. Oh my god. Oké, ja, kijk, ze waren hier voorbereid. Dude, come on, man. Come on. Hoe gaan we dit doen? Ah, dit is na. Dit is heel na, jongens. Hoe gaan we dit doen? Yo, mijn inventory zit trouwens echt bomvol met spul. Ik ga alles droppen, want ik hoef dit allemaal niet. Zo, ik drop hier alles. Dat shield hoef ik niet. Dat hoef ik allemaal niet. Die axe kan ik wel gebruiken. Arrows drop ik ook, maar de rest hoef ik allemaal niet. Ah, wat na Team Blauw, jongens. Wat na van Team Blauw dit. Dat ze zo blijven campen. Zo, ik heb allemaal diamond swords. Nee, ik hoef dat allemaal niet, jongens. Ik drop het gewoon allemaal. Kom op. Als we nou gewoon even hier langs gaan. Kijk zo aan. Ik raak steeds iemand daar. Ah, dan moet even zo'n waterstroompje hier ergens komen of zo. Hier, kijk, ik doe hier water langs. Werkt dit? Gaat dit werken? Nee, dat gaat niet echt werken. Het werkt niet echt.
Okay, er zijn nog 84 mensen online. Dus er zijn al wat mensen doodgegaan. Ze blijven doorschieten. Ze doen echt bijna niks aan PvP verder. Het is echt alleen maar schieten wat het tot nu toe is. Ik raak er wel echt superveel. Dus dat is wel echt nice. Met die zieke boog. Dus ik weet zeker dat dit ze wel pijn doet. Maar, oh, wat komen er de moeilijk heen? Weet je wat? Ik ga weer even iets meer naar voren kijken. En dan word je gelijk weer geraakt. Oh, dat is zo naar. Hoe gaan we hierheen komen, jongens? Ze blijven maar schieten. Dit gaat maar door, joh. Oh, daar is iemand van blauw daar. Oh, daar is hij. Yo, die moeten we pakken, En de puls, Oh my god, ja, ik ga erachteraan. Kom op. Ik ga erachteraan. Kom op, yes. Oh, ik raakte hem. Yes. Kom op, go. Let's go. Oh. Map hem. Als ik... Ik wil deze dude killen. Hij moet dood. Oh, hij gaat de enderpearl. Ik ga erachterna. Boeien. Oh, shit. Die ging verkeerd. Kom op. Hij staat er weer tussen. Kom op. Schiet hem. Kom op. Hoezo raak ik hem niet? Yes. Oké, hij wordt geraakt. En hij gaat weer terug. Hij komt gewoon zo weer terug. Jongens, wat... Wat er gebeurt hier, joh. Dit is toch insane. We hebben hem wel lekker geraakt, maar helaas niet gekilled natuurlijk. Omdat hij waarschijnlijk ook gewoon een golden apple heeft genomen. Yo, hoe komen ze daar op die poort, joh? Hoe dan? Zo, ik kan hier perfect tussendoor schieten, dat is wel chill. Ja, ik ben trouwens ook benieuwd waar Jeroen is. Waar staat die Jeroen eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Oh boy. Ik ga er gewoon heen. Wat doe ik ook. Zo sta ik dan niet in de fik te branden, joh. Hoppakee, ik sta hier gewoon een beetje... Oh, waarom raakt Blauw me niet? Dude, like, wat gebeurt hier? Kijk nou, joh, wat? Oké, het werkt. Yo, erheen. Oh! En weer terug. Golden apple play. Hoppakee, let's go. Kom op, mapsen. Volgens mij is een turret leeg, jongens. Oh, nee. Oké, ik sta in de fik. Even weer terug. Even het water in, want anders brand ik zo lang. Oh, ik sta er alweer uit. Top. Kijk, die turret gaat weer aan, jongens. Gooi. Oh, die gasten. Kan ik ze ook daar net even boven raken? Hoppa. Let's go. Come on. Mapsen. Oké, daar ga ik weer. Golden appeltje. Nee, weet je wat? Geen golden apple. Hoeft niet per se. Come on, hoppakee. Yes. Blijf ze raken. Kom op, we moeten toch iemand kunnen killen, jongens. Come on, we moeten echt iemand proberen te killen. Ik ben er helemaal klaar mee. Dat team blauw, kijk ze hier. Ze staan hier zo bang de hele tijd om het hoekje te wachten. Hoppakee, nu neem ik wel een golden apple. Ik ben er helemaal klaar mee. Come on. Kom dan, team blauw. Ik map jullie allemaal! Oké, mijn armen gaat wel langzaam stuk zo. Dat is wel heel naar. Oh, zij gaan er nu doorheen. Oké. Ik moet even eentje pakken. Deze! Ah, hij wordt gelijk weer geholpen, joh. Zo naar. Oh, er staat iemand met iron. Hij heeft nog gewoon iron die doet. Nee, joh. Dat meen je toch niet? Dit is naar. Weet je wat? Ik wil er eigenlijk wel gewoon vol in gaan. Ik ben er wel klaar mee. Kijk, neem een enchanted golden apple en dan ga ik. Ik ga erheen. Ik ben helemaal klaar mee. Ik weet niet of mensen mij volgen. Kijk. Dit is insane. Oh my god. Door het bos. Let's go. Hoppakee. Woehoe, let's go. Nice. Ik hou ze op afstand. Hoppakee. Kijk eens aan. Hé, team blauw, kom dan, hè. Kom dan, team blauw. Kom dan. Oh, joh. Ik ga deze pakken. Deze ga ik pakken. Kom op. Oké, het zijn er meer. Oké, dat is naar. Dat is heel naar. Hoppakee. Nice. Ik blijf ze gewoon lekker raken, zo. Dat is nice. Dat is top. Hoppa, nice. Jullie staan ook gewoon lekker in een fik. We staan allemaal in een fik. Wat dacht je daarvan? Hoppa, lekker terugvliegen, team blauw. Hoppa, lekker terugvliegen. Allemaal lekker vliegen. Heerlijk. Kijk, ik ga even mooi hier doorheen. Zo, dan ga ik hier even boven langs. Oh, wat dacht jij, vriend? Wat dacht jij? Woe. Oké, dat ging al één golden apple. Één god apple, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Ik loop gewoon lekker door. Oké, ik ben nu gewoon op blauw terrein. Hè? Hoe insane is dit? Oh my god, ik moet deze gast eigenlijk alleen even afschudden. Hoe ziek zou dat zijn? Als ik gewoon een paar kan afschudden. Dat ik er misschien eentje kan killen of zo. Hij zit gewoon in blauw terrein. Hoppakee, ik kill de honden van blauw. Het boeit me helemaal niks.
Oh, dus ze zijn al met z'n tweeën. Dat is nare. Ik wil niet tegen twee vechten. Ik wil even eentje. Alleen tegen eentje of zo. Okay, weet je wat? Ik ga je oversteken! Let's go! Ik zit in de boom. Ik zit letterlijk in de boom. You kidding me? Ze zien me niet. Ze zien me letterlijk niet. Wat? Oh, you kidding me? Ze zien me gewoon niet? Hoe zien ze me niet? Oké, wacht. Staat hier nog eentje toevallig? Ja. Nee, dat is iemand verrood. Iemand verrood. Oh, nice. Doe. Oké, we gaan met z'n tweeën. Dit is chill. Oké, we kunnen deze gast killen. We kunnen ze killen. Ja. Let's go. Hoppakee, let's go. Ja, let's go. Bro. Hoppakee. Kom op, deze kunnen killen. Hoppakee, even gauw eten. Deze moeten we kunnen hebben. Come on. Laat hem lopen. Ja, is neer. Let's go. Woehoe. Lekker, man. Oké. Ik drop even van alles. Even kijken. Ik wil toch nog heel even wat looten. Protection 4. Top. Ook protection 4. Mijn shield gooi ik gewoon weg. Lekker boeien. Oh, ja. Kijk, dit is top. Dit is top, jongens. Power 2 boog. Power 1 kan weg. Die kan weg. A blocks of iron. Boeit me allemaal niks. Dit boeit me ook niks. Protection 4. Kijk, dat is top. Ik wil eigenlijk die chestplate nog even hebben. Looting 3 boek. Oké, wacht. Die wilde ik eigenlijk wel hebben. Nee, die niet. Ja, deze. Protection 4. Helemaal top. Oké, ik ga nu de hele tijd met deze gozer. We gaan gewoon iedereen proberen te killen. Het is nu ook nacht, dus dit is wel spannend hoor. Oh, wat is dit een ziek evenement. Ik zeg het je eerlijk. We waren wel wat aan de verlies aan de hand, maar we breken er nu doorheen. En ik merk gewoon dat als we 1 voor 1 killen... Ja, dat werkt gewoon supergoed. Dus we proberen er nu ook gewoon eentje uit te filteren. Oké, we gaan nu langzaam terug naar de muur. Kijk, daar moeten we zijn. Dan kunnen we misschien wel iemand killen. Iemand ertussen uitpakken of zo. Kijk, ik ben nu dus samen met deze gozer hier. Oké, even kijken. Hier moet... Ja, kijk. Daar loopt. We moeten er gewoon iemand uitpakken. Ik pak wel even de blocks erbij. Dit gooi ik allemaal weg. Oh nee, ik heb al mijn building blocks weggegooid. Oh, wat dom. Dat is heel dom. Dat is echt wel dom. Oké, gauw even wat dirt. Ja, het is echt wel dom dat ik dit nu moet pakken. Oh, volgens mij hebben ze ons gezien of niet. Nee. Of niet. Ik weet het niet. Ja, hij ziet ons sowieso. Ik moet hem er eigenlijk afzien te krijgen. Ja, go. Ja, hij ziet hem ook. We moeten erop af. Nu de volop af. Let's go. De volop in. Kom op. Kill hem. Kom op, go. Ja, ik heb hem. Ja, lekker. Oh, wat is dit nice. Oh, dude. Oké, we mogen niet gespot worden nu. Maar kijk ze er allemaal staan. Oh my god. Oh, we moeten echt oppassen hiermee. Dit is gevaarlijk hoor. Dit is wat we nu doen is heel gevaarlijk. Nu spelen we echt met vuur. Oh, maar wat sick. Oh, daar loopt er ook iemand. Oké, moet die Bright. Bright. Wat doet die Bright nou weer? Hij gaat weg. Oké, ik zag daar iemand lopen. Ik zag één lopen. Kijk, als we ze 1 voor 1 pakken, dat werkt supergoed. Oh, wacht. Ze zien ons hier, of niet? Oh my god. Hij enepulde. Iemand enepulde. Oh, oké. Ze hebben ons gespot langzamerhand. Ja. Kijk hier. Zullen we die pakken? Zullen we die nog pakken? Oh my god, daar ga ik. Oh my god. Oké, het is tijd voor Golden Apple. Oh, hier zijn meerdere. Kijk, ik wil Bright niet kwijtraken, want met z'n tweeën is het toch heel chill. Ja, daar is hij. Oké, we pakken hem, jongens. Let's go, we pakken hem. Oh, hier zijn meerdere. Dit is naar, dit is heel naar. Kom op, hup, raak hem. Weg hier. Zo, die is afgenokt. Kijk, ik weet niet waar Bright is. Geen idee. Loopt hij daarvoor? Nee, ik weet het niet. Ze vechten daar volgens mij. Oh, daar is hij. Ik moet hem helpen. Ik ga hem helpen, jongens. Ah! Ah, hier staan ze. Oké, ik word genokt. Oh my god. Oké, ik sta erop. Oké, ik ben veilig nu. Oké, gaan we. Yes. Oké. Kom op. Oh, nee. Ah. Ze zitten achteraan. Nee. Dat dacht ik niet. Oké, ik loop weg. Ik ben nog safe. Nog best lang. Kom op, ik knok ze allemaal weg. Ja, jullie komen niet, jongens. Gaat niet gebeuren. Hoppakee. Oké, golden apple. En weg hier. Kom op, hup. Jou ga killen, vriend. Hoppakee. Oh, wacht. Heb ik hem nog gekild? Kom op. Kom op, ga neer. Hoppakee, nice. Hoppakee. Come on. En, oh, die bow is zo naar. Kom op. Yes. Kom op, ga nou dood. Ga alsjeblieft dood. Ah, oh, zijn teammate is er. Kom op. Daar staan ze allemaal. Oh, wat heftig dit.
kom op, kom op. Tussendoor. Oké, okay, ik moet weer een golden appeltje poppen, jongens, want dit gaat niet werken zo. Ik weet niet of Bright nog leeft, geen flauw idee. Oh, wat doe ik? Ik gooi enderpearl, dat was heel dom. Oké, okay, daar ging enderpearl. Ah, niet gek, ik wil niet geraakt worden. Ik heb geen zin om weer te branden. Ik loop wel even weg. Ik loop even weg. Woe! Oké, okay, oké. Okay. Nou, ze komen met z'n allen naar me toe. Ik leid er echt heel veel af, maar ik ben alleen, het is zo naar. Hé, hey, een paard van Team Blauw, die ga ik even killen. Hoppakee, doei. Oh, die kon ik trouwens ook pakken, waarom deed ik dat niet? Ah, ik word niet beschoten, jongen. Dude, dit is insane, man. Oké, okay, mijn armor. Oh, wacht, ik heb een nieuwe helm. Oh, dit is een XP wat ik krijg van iemand. Ja, dat is het. Kijk, met hoeveel ze hier zitten. Dude, dit is insane. Oh, dat is Team Rood. Dat is Bright. Oh, ik ga hem helpen, ik ga hem helpen. Ik ga hem helpen. Ik moet hem helpen. Oh, er zijn meerdere voor Rood. Dude, het zijn er meerdere. Kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op. Ik ga gewoon lekker helpen, ik ga gewoon lekker helpen. Kom op, kom op, kom op. Come on, dude. Kom op, brand. Brand. En tuurlijk pakt hij een golden apple. Tuurlijk doet hij dat. Tuurlijk doet hij dat. Dat doen ze allemaal. Jij ook. Jij ook. Iedereen pakt die golden apples. Ja, ik push je lang. Kom op, ik push hem, ik push hem. Ik blijf hem pushen, ik blijf hem pushen. Ik word zelf ook achterna gezeten. En tok, tok. Tok, kom op. En ik word weer genokt. Oh my god, jongens. Ja, ik word achterna gezeten hier. Dit is naar. Dit is heel naar. Ik wil niet weer iemand killen. Ik wil iemand killen. Ik krijg ook XP. Gaan we armor ook niet stuk. Door twee word ik nu achterna gezeten. Zo, of drie zelfs trouwens. Echt al heel veel. Ik moet even tussen de bosjes door. Misschien moet ik even enderpultje gooien. Oh, oké, oké. Okay. Enderpul. Even hier tussendoor. Yes. En doei. Ik land nu als het goed is. Yes. Oké. Okay. Ben ik safe hier? I don't know. Patat of friet heeft ook weer iemand gekild. Lekker bezig, pik. Oh, iemand ziet me. Iemand ziet me. Iemand ziet me. Ja hoor. Laat hem maar komen. Ik wil echt een 1v1. Kom maar. Kom maar, jongen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh, 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 oh. Dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. Vriend. Oh, 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 oh. Juke, juke. Oh, oh. Oh, oh, oh. Gast, jij kan niet echt schieten. Dat is niet echt jouw est. Oh, loop maar gauw terug. Oh my god. Wat een pussy. Wat een pussy. Zo, die durft echt totaal niet. Weet je wat? Ik doe net alsof ik vlucht. En dan probeer ik hem zo gewoon gelijk even te pakken. Oké, wacht. Oké, hij kan nu niet meer teruglopen. Ja, hij zit vast. Hij zit vast. Hij kan niet meer naar de muur. Oh, oh. En dan gaan we. Dan gaan we. Dan gaan we, jongens. Dan gaan we. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Oh my god. Kom op. 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 Ja, deze gaan we. Deze gaan we killen. Deze gaan we killen. Ik ga met hem vechten hier. Oh, jij gaat zo neer. 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 Kom op. Krits. 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 Critical, critical hit, critical hit. Oh, daar ga je, daar ga je, jongen. Daar ga je, vriend, daar ga je, vriend. Hoppa, hoppakee. Daar ga je, mijn jongen, daar ga je, mijn jongen. Oh, nee, 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 nee. Dat dacht ik niet, dat dacht ik niet. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Oh, hij vlucht weer. Deze man! Ja, klootzak! Oh my god! Ja, ik ga er niet naartoe. Nou, ik zit er weer gelijk vier man achter me aan. Heb ik geen zin in. Oh, ik moest hem echt insluiten ergens anders. Hij is gewoon weg. Ja, kijk, nu zit het er alweer gelijk. Oh, is dat iemand van rood? Ik weet het niet. Oh nee, is iemand van blauw. Ja, ik ben weg hier. Ik ben weg hier. Zit er waarschijnlijk weer met z'n vier achter me aan. Heb ik geen zin in. Ik word weer geraakt. Ik word hard geraakt nu ook. Dat is wel heel naar. Oké, even eten en weg hier. We gaan gelijk weer weglopen. Zit ze nou met z'n twee achter mij aan? Wacht, ik ga je gewoon even bukken. Ik zie één naampie. Zo, die Bright leeft ook nog. Hij heeft weer iemand gekillt, die Bright. Doet hij gewoon lekker, hé. Maar daar is die Bright, of niet? Ja, 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 ja. Oké, ze zitten nou met z'n twee, hè. Of drieën zelfs. Ja, kijk, die Bright, die zit daar de hele tijd. Oh, wat vind ik dat mooi. Wat vind ik dat mooi. Kom op, Bright. Oh, wat ik ga naartoe, weet je wat? Ik ga gewoon lekker naar hem toe. Bright, I join you, man. I join you. Haha, wat vind ik dit mega. Oh, wat geweldig. Oh, we worden geboten, we worden geboten, we worden geboten. Wie? Oh, oeh, die wil ik pakken, die wil ik pakken, die wil ik pakken. Hij gaat me sowieso eraf bouwen. Hij bouwt me er niet af, deze man. Hij bouwt me er niet af. Oké, wacht, die ga ik achteraan. Die moet ik pakken, jongens. Deze moet ik pakken. Ja, 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 ja. Oké, en de pul. Let's go. Hoppakee, gaan we dan. Oh, oh. Ja, 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 ja. Let's go, let's go, let's go. Kom op, kom op. 1. En 2. 3. En 4. Kom op. Geen enderpul, geen... Oh, dat doet hij goed, dat doet hij goed. Oh, oh, nee, 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 dat dacht ik niet, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet, vriend, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet, dat dacht ik niet, dat dacht ik niet. Even eten. Niks aan de hand, niks aan de hand. Kom, niks aan de hand. Even in het water. Zo, zo, niks aan de hand. Goed op mijn AP letten. Zometeen even een golden appeltje erbij.
Nu even eten. Oh, hij is dood! Hoppakee, lady dude. Oh, kijk, alles is weer gelijk restored. Super chill. Ik gooi dit allemaal weer even weg. Nice. Oh, wat lekker. We hebben er weer eentje te pakken, jongens. Power 3 boog. Oeh, die wil ik eigenlijk best graag hebben. Maar weet je wat, ik drop gewoon echt al deze troep. Weer een prot 4. Oh, sick hoor. Zo, de rest drop ik mooi. Hoef ik allemaal niet. Fire protection, nee, hoef ik ook niet. Protection 3 is wel chill. Protection 2 hoef ik niet, die hoef ik niet, die hoef ik niet. Wat is dit? Protection 1, nee, nee, nee. Oh, dit is, oh, protection 4, hè. En mending, dat is chill. Ja, weet je wat? Ik kan ook natuurlijk gebouwen gaan raiden. Dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen. Maar ik wil eigenlijk nog wel even iemand gaan killen. Dat vind ik gewoon echt chill. Daar heb ik zin in. Ja, we zijn nu één keer bij blauw, dus dat is echt super chill. Hier staat één, hier staat er één. Ja, 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 ja. Oh, zijn het er meerdere? Ik denk dat het er meerdere zijn. Oh, ja, hij ziet me niet, hij ziet me niet. Oh, daar ga je naar, daar ga je naar, vriend. Oh, kom op, map hem. Ja, nice. Kom op. En daar gaat hij. Oh, ja, meerdere. Doei, ik ga wel weer. Doei. Later, jongens. Later. Ja, zitten met z'n acht achter me aan, joh. Geen zin in. Echt geen zin in. Hey, is dat Bright? Hey, dat is Bright. Hij leeft nog steeds. Dus dude. Hoppakee. Nou, die vliegt er ook even mooi af. Oh. Oh. Oké, okay, dit ga ik niet doen. Is dit slim? Nee, dit is niet slim. Dit is niet slim. 2 tegen 1 is... Oh my god. Oh my god. Dude. Ik ben er letterlijk helemaal ingevallen. Oh my god, dit is een trap. Maar ik heb het overleefd. Want ik heb gewoon een dikke verder falling 4. Dus dat is gewoon echt ziek. Alleen, hoe ga ik hier uitkomen? Oh, Bright is... Bright, kom, die komt me helpen. Hij komt me helpen. Of hij is er ook ingevallen. Oh my god. Ja, we overleven het wel. Maar dit is wel slim bedacht hoor, hé. Blauw, blauw, blauw. Oh, oh, oh. Ja, weet je wat? Ik ga mooi omhoog klimmen. Ik weet niet of dit zin heeft. Oh, wat doe ik nou? Is niet slim dit. Of wel slim, ik weet het niet. Kom op, even ertussen die arrow. Kom op, yes, yes, yes. Kom op. Oh nee, zit hij echt met zijn 10, hè, man. Ja, daar komen ze met. Oh, cobwebs. Oh, leuk, leuk, man. Leuk. Gaan we dat doen? Gaan we dat doen, joh? Gaan we dat doen? Serieus? Oké, komt hij hoor. Oh, daar komt hij hoor. Heilige Kent is volgens mij dit hun man of the match. Hij heeft echt superveel gekild. Weet je wat? Ik ga hem gewoon lekker proberen te killen. Weet je wat? Ik denk dat hij echt superveel gear heeft. Ik ga gewoon lekker omhoog. En Neflo is er ook bij. Volgens mij heeft hij ook mega veel. Oké, weet je wat? Ik wil hier best wel graag uit. Ik wil hier best wel graag uit, jongens. Even kijken of ik uit kan komen. Kan ik uitkomen? Oh, oh, nee. Golden apple, gold apple. Ik neem de gold apple, jongens. Kom op. Ik moet even... Waarom? Ja, ja, oké. Nice. Oké, weet je wat? Ik bouw mezelf hier mooi even in. En dan gaan we... Oh, wat gebeurt hier? Ik loop hier gewoon heen. Let's go, dude. Ik ben weg hier. Oh my god, ze volgen mij niet eens. Dude, ze volgen me niet eens. Ik zit gewoon safe hier. Ik denk dat ik hier safe zit. Oh my god. Oh, daar ging mijn laatste god apple. Dat is wel echt naar, hoor. Dat is echt heel naar. Oh my god. Hij ziet me gewoon niet. Oh my god, hij ziet me wel. Ja, ga er maar lekker in liggen, vriend. Ik vind het prima. Oké, okay, oh, dit is een gevechtje hoor. Dit is wel een gevechtje hoor. Hoppakee. Ja joh, ga er wel lekker tussen. Ja, ik ben bang dat er gewoon iemand anders ook hier naartoe komt. Dat vind ik echt wel naar. Hoppakee, even mappen. Kom op. Hoppakee, hij valt ertussen. Oh my god, hij zet die lava neer. Hij zet die... Oh, dat is slim. Dat is heel slim. Oké, ja. Die erbij. En dan gaan we. We gaan weer terug. This dude. Look at this dude. Oké, ik ga weg. Hoppakee. Kijk, nu moet hij er zelf ook achterna. Succes, jongen, daarmee. Oké, ja, ik ben weg hier. Oh my god. Deze gast! Wat ben jij irritant, man. Ga eens weg. Doe eens even normaal. Oké, ik ben weg hier. Ik ga weer weg. Ik ga weer mooi omhoog. En even afstand bewaren. Ja, even weg hier. Hoezo heeft hij geen knockback? Dude. Wat? Nee, joh, rot op. Hoe dan? Hoppakee. Nou zit ik goed. Hoppa. Kijk eens aan. Nu kan ik mooi omhoog klimmen. Oké, ik heb hem dicht. Kijk, bouw het hier lekker dicht. Deze gast, wat is hij irritant. Laatste, daar gaat de laatste, jongens. Oh my god. Kijk, gaan we naar beneden, jongens. Let's go. We gaan heel snel naar beneden en weg hier.
Jongens, ik denk dat ik de pijp uit ga. Dat zeg ik je eerlijk. Ik denk dat ik de pijp uit ga. Ik heb mezelf nergens ingebouwd. Ik weet niet of ze mij ooit gaan vinden. Oh my god. Ik weet niet of ze mij gaan vinden hoor. Echt geen flauw idee. Ik let niet eens meer op de opname. Ik ben gewoon alleen maar bezig met mezelf verstoppen. Hieruit zien te komen. Oh my god. Oké, er leven nog 77 mensen. Ik ga ze denk ik weer terug, want ik ga het wel overleven. Ik denk dat ze mij niet meer gaan vinden. Maar ik moet hier echt weg, want ik heb geen golden apples meer. Ik hoor ze erachter bezig. Ik ga niet eten, dus zelfs dat ga ik niet doen. Ja, hij zit er nog steeds. Hij zit er sowieso nog steeds. Oh my god, hij zit ver dichtbij. Oh. Als hij me nu vindt, dan ben ik er geweest, hoor. Dan is het echt klaar. Hij zit daar sowieso nog steeds. Ik kan hem niet zien, hè. Maar hij zit daar sowieso nog steeds. Hij heeft echt wel gezien dat ik deze kant op liep. Ik blijf hier gewoon lekker langs ze zitten. Hij zit sowieso gehurkt. Ik weet het zeker. Oh my god. Ik kom weer dichtbij, deze man. Oh, hij zit zo dichtbij nu. Ik zag zijn naampje. Hij zit hier letterlijk voor. Ik ben er geweest, denk ik. Het is klaar, dit is het dan. Oké, okay, hij gaat er weg. Helemaal top. Oh my god. Kijk, ze lopen hier letterlijk onderlangs. Oh. Nou, ik ga langzaam hier omhoog. Het is mooi geweest. Ik mijn gewoon ergens een kant op. Ik weet niet waar ik ben. Maar ik loop gewoon nu naar de poort en dan ga ik weer terug. Want ik heb dus helemaal niks meer. Die enderpearls kan ik goed gebruiken. Ik ga nooit meer in caves vechten. Dat lijkt me niet slim, want dan kan je niet ontsnappen met enderpearls. Oké, nou, helemaal top. Ik heb mijn inventory vol. Dit wil ik dus niet verliezen. Weet je wat? Ik ga gewoon terug naar de poort. En dan sprint ik gewoon terug. Dan zorg ik dat ik weer terugkom. Dus wat ik eerst heb gedaan, ik ga eerst even daar een enderpearl in gooien. Er helemaal overheen als het goed is. Yes. Kijk, en nu ga ik nog gauw wat eten. Dat is ook erg belangrijk. En dan ga ik met al mijn gear loop ik lekker terug. Yo, wat? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Daar komen ze allemaal weer. Ze zijn die allemaal nog. Dude, dit meen je toch niet? Dit ga je toch niet menen? Oké, ik heb het nu overleefd, denk ik. Ik heb het nu, denk ik, wel overleefd. Gauw weg hier. Wacht, zit ik überhaupt nu in rood? Ik weet niet. Of liep ik nu juist weer bij blauw naar binnen? Nee, toch? Hé, dit is toch ons team? Nee. Daar komen ze. Mijn laatste in de pul. Weet je wat? Ik ga me hier gewoon verstoppen ertussenin. Het evenement is bijna voorbij. Het duurt nog 10 minuten. Nu denk ik nog 5. Dus ik ga gewoon wachten. Want ze willen mijn hoofd, jongens. Oké, ik denk wel dat het duidelijk is wie er gewonnen heeft. Blauw heeft volgens mij gewonnen. Er zijn niet superveel voor rood meer. Maar ik moet wel zeggen, onze goede strijders, die leven nog wel hoor. Patat of friet natuurlijk, die leven nog steeds. Dus misschien zijn er ook een paar uitgelogd dat ze dachten van, joh, ik wil mijn spul gewoon veilig stellen. En ik zie ze hier gewoon lopen, by the way. Nice. Weet je wat? Ik ga wel gewoon mijn naar mijn huis. Ik vind het wel prima. Ik doe dat wel gewoon mooi. Oh, wacht. Ik kom hier weer uit. Top. Nice. Oké, nou, ze mogen me niet zien, jongens. Want dan ben ik er echt geweest. Want ik heb nu ook geen enderpearls meer. Dus ik ben echt compleet out. Heb ik nog iets wat ik kan gebruiken? Flint of steel misschien? Yep. Kan ik iemand in de fik zetten? Oh my god. Daar staan ze. Daar. Hou nou op. Ja, ik ben er geweest. Dude, dit is zo insane. Look at this dude. Dit is zo naar. Ga ik nou echt op het einde nog dood? Dit ga je toch niet menen, gast. Oh my god. En ik kloot met mijn DPI. Wat ben ik aan het doen? Oh, mijn muis is straks allemaal fucked up. Wat doe ik nou? Ik loop gewoon weg. Come on. Hoe lang brand ik, jongen? Oké, als hij me nu raakt, ben ik er geweest, jongens. Dan is het klaar. En omdraaien of niet? Yep. Hoppakee, ik raakte hem weer. Hij wil steeds mijn arrows ontwijken, deze man. Oké, ik ben er geweest. Nee! Hoezo raak ik die ook niet? Yes, ik raak hem. Oh my god. En hij brandt weer. Hoppakee, en ik kan eten. Ik heb tijd om te eten. En ik regen weer. Oh my god, als ik dit overleef. Als ik hier uitkom, dude, for real. Hoppakee, en ik draai gewoon weer lekker om. Ik loop gewoon, oh my god, daar loopt er ook eentje. Dit meen je toch niet. Ze lopen zo dichtbij nu, oh my god. En ze raken me weer. Ja, ik ben er geweest, het is klaar. Ik stop. Ik geef het op, jullie hebben me. Jullie hebben me. Hè, leuk hè. Zo jongens, nou, ik ben toch nog vermoord. Het event duurt echt nog 5 minuten of zo, dan is het gewoon klaar. Oh, wat heftig. Oh, dit was heftig hoor. Ongelooflijk. Jongens, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. Volgende week gaan we dit natuurlijk gewoon lekker weer doen. Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.